Het is wel tijd voor een nieuwe Temptation-parodie. Temptation. De Kevin had geen respect. Megan zag de beelden, nam wat kaas en daarna dook ze in bed. En sindsdien slaapt Megan nooit meer alleen. Koeken rond, maar dat is geen probleem. Oh, want de Kevin is haar ex nu. En met Joshua heeft ze elke avond seks nu. Megan die gaat vreemd, maar toch niet een Tim. Oh, in zijn oor wordt wat gelijk nu. Met Zwanetta in de zee en dat stopt les nu. Messi die gaat vreemd, maar toch niet een Tim. Hij bijt Zwanetta zo in haar arm. Enkel om te spelen, Daniel die hoort al lang een alarm. Dus ze schuurt wat aan Fabrizio's been. En voor Tim is er nog geen probleem. Woehoe, wenen op Fabrizio's chest nu. Want de mes die heeft het toch al lang verpest nu. Daniel gaat vreemd, maar toch niet een Tim. Woehoe, Jeremy wordt niet getest nu. Want hij weet dat hij het sowieso verpest nu. Jeremy gaat vreemd, maar toch niet een Tim. En ja, er zijn ook girls allowed. Want Deborah Lemans is degene waar hij met zijn heel hart van houdt. Als het goed gaat, binnenkort ook mee trouwt. En een Tim die begaat toch nooit een fout. Het begint precies te kriebelen, straks zien we nog dat Timmy toch zwicht. Voor Cherise, want hij plast in haar gezicht. Mensen, 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 kijk. Woehoe, heeft Deborah plots blond haar, Tim? Want anders ligt er het verkeerde meisje klaar, Tim. Iedereen gaat vreemd, maar toch niet een Tim. Woehoe, Tim, wat doe je daar in bed nu? Waarom heb je uw foto weggezet nu? Iedereen gaat vreemd, maar toch niet een Tim. Oh, Tim, dat lijkt toch maar iets geks nu. Heb je meisje is op camera gesext nu? Iedereen gaat vreemd en dus ook de Tim. Beetje koeken rond, dat was niet zo slim. Nee?